Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de temperaturen in Europa. We zien dat het in een groot deel van Europa aan de frisse kant is. Temperaturen in het groene gebied, zo tussen de 10 en de 15 graden, zijn eigenlijk vrijwel overal te laag voor de tijd van het jaar. Wat ook heel duidelijk zichtbaar is, is die forse temperatuurstegenstelling in het oosten van Europa. Daar ligt duidelijk een koufront. Dat moet ik dan de andere kant op tekenen. Zo. Met aan de westzijde de koele lucht en aan de oostzijde de warme lucht. En in het westen van Rusland, daar begint het inmiddels al wel enigszins zomers te worden. Kijken we nou naar de wolken en de neerslag, dan zien we dat koufront daar ook liggen. Dat geeft dus de scheiding naar warm weer aan. Komt absoluut niet onze kant op. Het beweegt allemaal verder richting het noorden en oosten. Daardoor ook een zware regenval vandaag in het zuiden van Finland. Bij ons is vandaag en morgen belangrijk dit lage drukgebied. Ook daar hoort een koufront bij. En dat trekt vanavond over ons land. Gaat gepaard met enkele buien. En ook morgen krijgen we met buien te maken. Dat zien we ook als ik het in beweging zet. Vanavond de passage van het front boven ons land. Dan een paar buien. Het lage drukgebied trekt langzaam richting Noorwegen. Maar de lucht blijft wel onstabiel. Dus ook morgen nog van tijd tot tijd buien. Vrijdag begint de luchtdruk even wat te stijgen. Dan hebben we grotendeels droog weer. Is het wel heel slecht weer in Frankrijk en het zuiden van Duitsland en de Alpen. Met langdurig regen en in de bergen sneeuw. En ook zaterdag lijkt bij ons een droge dag te worden. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Vanavond dus de passage van een aantal buien. Echt hard regenen doet het niet. Maar het is dus wel enige tijd nat. Temperaturen halverwege de avond een graad of 9. In de nacht trekken de buien dan weg, komen de opklaringen en dan daalt het kwik tot plaatselijk 3 graden. Heel misschien lokaal aan de grond een graadje vorst, maar dat stelt allemaal weinig voor. Dan hebben we morgen overdag te maken met onstabiele lucht. Dat betekent felle zonnige perioden, maar ook stapelwolken, forse stapelwolken die 's ochtends al een enkele bui opleveren en 's middags wat vaker. En dat kunnen dan stevige buien zijn, met vooral de noordelijke helft van het land kans op onweer en ook windstoten. Temperaturen 11 à 12 graden, het zuiden van Zeeland misschien 13 graden en de wind neemt later op de dag aan zee toe naar 5 tot 6 voor. En dan de dagen daarna, vrijdag is het grotendeels droog, heel misschien krijgt het zuiden van Limburg nog met de regen te maken die dus vooral over België, Frankrijk en Duitsland trekt. Maar daar dus misschien nog wat regen en de rest van het land droog, meeste zon vrijdag in het noorden. Zaterdag overal droog weer, geregeld zon en 11 tot 14 graden bij een matige noordoostenwind. Zondag begint de wind naar het zuiden te draaien. Dan wordt het wat zachter, 13 tot 16 graden. Maar niet te vroeg juichen, want in de loop van de dag gaat het vanuit het zuiden ook weer regenen. De droge dagen zijn dus vooral de vrijdag en de zaterdag. Dan kijken we nog even naar de temperatuur. Nou, daar zien we gelukkig wat mij betreft een langzaam stijgende trend in komen. Echt losbarsten van warm lenteweer, dat zit er niet in. Maar in de loop van volgende week zitten we wel dagelijks rond of boven de 15 graden. Dat is toch alweer wat prettiger dan de 12 graden die we de komende dagen hebben. We zullen het ermee moeten doen. Vanavond dus nog een paar buien en ook morgen buien met vooral 's middags kans op onweer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.